Spiral Dynamics geeft inzicht in wat mensen drijft, waarom ze doen wat ze doen. Hoe we vormgeven aan die deepere drive en hoe we ons dus gedragen, verschilt enorm. Maar de diepere drijfveren onder vorm en gedrag zijn verrassend eenduidig en te verdelen in 6 groepen die we waardesystemen noemen. De meeste mensen worden gedreven door 1 of 2 van deze waardesystemen. Nu blijkt dat de meest gangbare waardesystemen in onze samenleving veel moeite hebben om elkaar te zien en begrijpen. Als 2 mensen elkaar ontmoeten en gedreven zijn door dezelfde waarden, begrijpen ze elkaar meestal goed. Hier gesymboliseerd doordat ze elkaar in de ogen kunnen kijken, beide met een rode bril. In dit voorbeeld, met rood gedreven waarden, zien beide respect als persoonlijke eer. Iets wat je moet afdwingen om stand te houden in deze wereld waarin het ieder voor zich is. Een ander waardesysteem is groen. Mensen die vanuit groen gedreven zijn, kunnen elkaar ook begrijpen en in de ogen kijken. Maar voor hen heeft respect een heel andere betekenis. Voor hen betekent het ieder mens respecteren voor wie hij is. Ieders mening waarderen en gelijkheid. Een manier om een harmonieuze wereld te creëren. Maar als 2 mensen met verschillende waarden elkaar ontmoeten, dan is er meestal weinig begrip. Ze kunnen elkaar niet begrijpen. Hier gesymboliseerd doordat rood en groen elkaars ogen niet kunnen zien. Voor beide heeft respect een totaal andere waarde. Geen van beide kunnen ze elkaars diepere waarde begrijpen. Maar een nieuw waardesysteem is aan het ontstaan. Mensen gedreven vanuit dit wereldbeeld zien de complexiteit van onze huidige samenleving. Ze kunnen mensen met verschillende wereldbeelden veel beter begrijpen. Hier gesymboliseerd doordat ze die in de ogen kunnen kijken. Mensen gedreven door gele waarden hebben weer hun eigen invulling voor respect. Maar kunnen die van mensen gedreven door andere waarden wel begrijpen. Deze gekleurde brillen zijn te koop in de shop van Value Match.